Maar lekker een beetje zoetig, nog een beetje floraal. Hoe werkt het? Dit is een en al tequila. Jij als student dommelt je natuurlijk maar al te graag onder in het Groningse nachtleven. Maar naast alle nachtelijke activiteiten zijn er een heleboel andere partijen die een ware verrijking kunnen zijn voor jouw studentenleven. In deze videoserie nemen Jelle, Thierry en Rowan, Dam en ik, je mee naar de leukste en meest bijzondere activiteiten die jij, al dan niet brak, kunt gaan doen in deze prachtige stad. Uiteraard drinken we een biertje mee, maar niet al te gek. Nou ja, nog eentje dan. We gaan wat heel leuks doen vandaag. Ik kan jullie een kleine hint geven. Kijk maar naar mijn schoenen. Bootschoenen? Bootschoenen, inderdaad. Lelijke schoenen. We gaan namelijk een stukje varen door de grachten van Groningen. Maar niet zomaar varen. We gaan op de borrelfloat. Nice. Dus we kunnen een paar drankjes drinken om het katertje een beetje te verminderen. Daar heb ik zin in. En als klap op de vuurpijl wordt er ook een klein cocktailworkshop. Dat is wel lekker. Ja. Kom, ja. Er is nog een klein extraatje ook, jongens. Wij zitten zometeen ook niet alleen op de boot. We zitten met een hele leuke groep meiden. Nee, donderkut, sorry. Ja. Ik weet verder ook niet wie. Dit is niet waar. Oh. Ik denk het wel. Ik word ongemakkelijk voor mooie vrouwen, Jelle. We gaan dus heerlijk vertoeven op de borrelvloot en cocktails maken voor een groep dames. De lekkerste cocktail wint en de verliezer krijgt de volgende straf. Met je haar in het water. Oh, fuck. Oh. Dit in het water is niet leuk, hoor. Spaar me maar. Zo, het één keer leeg. Nee, je giet het gewoon leeg. Dus we moeten iets zelf bedenken. Ja, het is helemaal creatief. Oké. Oh, dat is fijn. Oké, leuk. Het is ook op tijd, dus het moet wel snel. Oké. Okay. Ja, gaan we kijken wie het beste kan. Dat ben ik, denk ik, jongens. Ik heb een heel verfijn palet. Je zou het wel zeggen met die bril. Ja. Weet je wat jullie gaan doen? Ja, ik heb thuis een bar staan. Dus als ik dit verlies, dan ben ik wel echt... Ik vind dit wel een uitdaging. Ik claim ook deze run, denk ik. Aperitivo Rosato. Die is wel lekker een beetje zoetig. Nog een beetje floraal. Daar doe ik een beetje gin bij. Floraal? Ja, heerlijk. En dat top ik denk ik af met tonic. Over het algemeen hoor ik dat meiden wel van een lekkere ginto houden. En ik geef er een beetje een twist. Een ginto? Ja. Gadverdamme. Ik heb hier geen kennis van, dus ik ga gewoon alles erin flikkeren. Ik weet het eigenlijk niet zo goed. Dit met dit ja. En we moeten al beginnen. Nadat ieder van ons een uitermate duidelijk plan heeft opgesteld, worden we met maar een minuut op de klok meteen in het diepe gegooid om hopelijk iets lekkers te fabriceren. Ja. 3, 2, 1, go! Het wordt één ding zo, joh. Dit is toch niet te doen in een minuut? Dat is toch wel? Oh, top. Super. Hey, mag ik niet dat gaat aan jou, hè? Ja, top. Thanks. Oké, help van de tijdjes erbij. Oh, jee. Ja. Hoe werkt dit? Strainer, alsjeblieft. Ja. Wat? Waar dan? Oh, is hier. Ja, oké, dan maar zo. Best op 10 seconden, kom! Ja, lekker, Thierry! Ja, timer! Ja, top. Hier. Gaan we even voorproeven. Hoe mooi is dit? Ja, mogen we even voorproeven trouwens? Ja, of, zeker. Hij heeft wel een cocktailkleurtje, hoor. Dat ziet er goed uit. Een beetje aperitivo rosato, gin, geschud over ijs, gestreed in het glas, een beetje tonic erbij en een klein limoentje. Nou, we gaan hem nu proberen. Lang niet gek. Er zit rum in, een beetje van dit spul en een klein beetje limoensap voor een zuurtje en een beetje ginger ale. En ik vind het zelf echt heel lekker. Mm. Ik heb Black Tea Peach Hibiscus Fuse Tea gebruikt. Met een... Klinkt wel alsof het wat is ook. Ja, klopt. Ja. Ik zeg gewoon zoveel mogelijk. Het is gewoon een merk. Een beetje tequila, klein scheutje. En een klein scheutje Passoa doorheen en dat is deze. Oeh. Is die lekker? Mag ik proberen? Oh, dit ik wil ook even proberen. Een en al tequila. Godverdomme. Godverdomme. Ik denk dat Thierry met zijn kop in het water kan straks. Dat denk ik ook. Nou goed, om dat te beslissen komt deze groep dames aan boord om onze cocktails, en dat Thierry gemaakt heeft, te beoordelen. En Jelle mag het spits afbijten. Ik heb een cocktail voor jullie gemaakt in zeer korte tijd, moet ik er wel bij vertellen. Maar het is een aperitivo rosato gin en tonic. Die zit aperitivo rosato in en gin. Geschud over ijs met een beetje tonic erbij. Ik hoop dat jullie hem lekker vinden. Wees niet te streng. En geniet ervan, zou ik zeggen. Wat erin zit? Nee, dat heb ik letterlijk verteld. Hij is niet vies. Hij is niet vies. Oké, wel lekker. Hij is niet zo speciaal, zeg maar. Dat is het, hè? Beetje bitter. Nee, ja. Maar ik vind het wel lekker. Ja. Ik heb een heerlijke Black Tea Peach en Hibiscus gemaakt. En er zit een klein scheutje tequila doorheen. En een klein beetje Passoa. Best lekker. Maar je moet er wel van houden.
zeg maar. Het is voor de liefhebber. Voor de liefhebber. Het is gewoon fucking goor, maar dat verkoopt niet alsof het voor de liefhebber is. Je moet het begrijpen. Ik voel een beetje Jessie weer. Het is gewoon een 16-jarige Mexicaan. Ik vind het wel heel grappig. Het is echt niet te pruimen, man. Dat is maar dat was prima. Dit is de iets makkelijker kant van de boot. Jullie vinden het gewoon wel lekker. Ik heb hier nog meer. Jezus. Alsjeblieft. Ik heb ook wat voor jullie bij elkaar gegooid. Ik noem het Cuban Ginger. Er zit een klein beetje rum doorheen, een klein beetje ginger ale en een klein beetje dit spul. Ja, ik hoop dat die lekker is. Ik heb geen idee. Beginnen we daar? Ja, dat deden we zo net ook. Dank je wel, man. Ja, ik vind jou een opmerking. Dat is zo leuk. Het blijft leuk. Dank je wel. Zal je even pakken? Yes. Oh, top. En heel lekker. Ze zijn nu aan het becijferen. Ik vermoed dat ze die van Rowan het lekkerst vinden. Hij heeft ook een bar thuis. Ik bedoel, dat is een beetje oneerlijk. Hij ziet jezelf een beetje goed praten. En daar de Diva Chair. Maar we gaan het zien. En dan is het nu tijd voor de beoordeling. Nou, komt u maar door. Wat vonden jullie van mijn cocktail? We geven het een 7. Omdat je het heel makkelijk wegdrinkt en het is wel gewoon heel lekker licht. Doe ik het voor. Dankjewel. We hebben een 6.8. Ja. Want hij was wel lekker, maar wel een beetje saai. Ja, dat kan over mij gaan. Dat is wel lekker, maar toch een beetje saai. We hebben 8. Ja. Dat is waar, goed. Was wel lekker, het was ook gewoon echt heel lekker. Ik had ook nu pas binnen. Ja. Nou, top. Dankjewel. Ik heb lef hebben om mezelf lekker te doen. Mijn cocktail gaat beoordeeld worden. Ik denk dat het wel goed gekomen is en dat gaan we nu zien. Nou, wij hebben 8.5. Dus, maar proeft er wel een beetje naar Moscow Mule. Dat is wel lekker. Lekker? Ja. We hadden 9.9. Maar dit is geen 10 omdat jij in een bar werkt, dus dat hadden we iets meer verwacht. Oké. We hadden 9. Oh, jezus. Ja, dat is heel lekker. Dankjewel. Mijn dankje wordt beoordeeld. Dus we gaan even kijken wat ze ervan vonden. Ik denk dat het wel gemiddeld een 10 is. Gemiddeld een 10. Wij geven het een 4. Ah, shit. Echt best wel een volle nasmaak. Ja, hè? Dat lukt. Ja, dat kan ook op jou. Ja, dat toch? We hebben 5.4. Oh. Net zo geen 4. Kunnen we het erover hebben, zeg maar? Dan moet ik dan naar 5.5 gaan. Nee, want ik zou hem niet opdrinken. Ah. Wel, dat is 7.5. Hij was wel lekker, maar was gewoon een beetje het einde was sterk. Ja, wel een beetje. Ja, dat is gewoon alcoholisme. Ja. Ik heb wel even voldoende. Kom je toch goed? Nou, een dikke ruim voldoende. Ja. Kan ik vind het zelf lekkerder hoor, maar ik snap dat niet iedereen zijn smaak heeft zoals ik. Niet iedereen is zo'n fijnproever als jij. Nee, precies. Wie heeft er verloren? Ja. Kel surprise, het is Jay! Legend. Nou, wat moet je doen? Je kop in het water, toch? Ja. Godverdomme. 1 op 15? 1 op 10. Dat je er helemaal in gaat. Zo, daar wordt je zo hard gedaan. Doe 1 op 10, joh. Ja. Met wie doe je dat? Jij doet het. Oké. Oh, jammer. Gelukkig is water warm, denk ik, Jer. Nee. Nee? Oh, goed, jammer. 3, 2, 1. Haas. Verder. 1. 2, 3. Dat was geen 5 seconden. Klinkt. Dat jij geen cocktail kan maken, dat is niet mijn probleem. Ja, daar ben ik het wel mee eens. Ik vind het. Dit was zo kort. Ja, maar ik kon niet ademen, zeg maar. Dus. Je kan maar 5 seconden niet ademen houden. Ik ben er klaar mee. Ik vind het mooi geweest. Nou, tijd om te zuipen. De lekkerste cocktail voor alle meiden gemaakt worden, hoor. Ja, dat is goed. Waar staan we dan? Waar? 2 maanden later. 2 maanden later in een iets andere outfit. Er ging niet eens helemaal goed met de laatste beelden. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd wat jij ervan vond, Roa. Van wat ik me er nog van kan herinneren, was het een hele leuke middag. Het was een beetje ongemakkelijk dat die dames er op een gegeven moment bij kwamen. Daar schrok ik een beetje van. Wel heel gezellig uiteindelijk. Lekkere cocktails gemaakt, ook een hele lekkere had ik gemaakt ook. Lekker gevaren, dus voor mij nog zeker eentje waard. Nice. Chair. Ik vond het een leuke dag. Voelde ik me niet heel top. Het was een goede brakke activiteit. Ik ben blij dat toch iemand het lekker vond. Wel echt eentje waard. Nog eentje waard. Mooi. Ik vind het eigenlijk ook. Het was een hele lekkere, gezellige middag.
met de mensen van de Borrelvloot. Heel erg bedankt naar jullie. 100% nog eentje waard. Ik neem aan ook voor jou, Ron. Ja, dat heb ik net gezegd. Ja. Oké. Okay. Nou goed. Cher, jij ook. Nou, helemaal goed. Bedankt voor het kijken. En ga varen. Ja, ga varen. Kies het woord zeeman. Heb ik het roer. Je eigen koers.